Hallo daar, dit is Pascal met uitleg over de Game Studio. Ik ga iets uitleggen vandaag wat er eigenlijk best wel makkelijk uitziet, maar het is best wel ingewikkeld om te bouwen. Namelijk een verhaalscène. Ik heb er al eentje een beetje voorbereid. Het vertelt iets over het verhaal van het spel. Het kan inleidend zijn of om het af te sluiten of gewoon eventjes tussendoor. Hier is het begin. Dus eigenlijk vertelt het eerste level de verhaalscène dan gelijk wat er in de rest van het spel gaat gebeuren. We gaan gewoon even kijken. Nou, zo ziet de verhaalscène er in dit level uit. En dit is dan als het ware de verhaallijn. We gaan hem gewoon even een keertje testen. Kijken of hij ook überhaupt nog werkt. Poppetje staat stil. Ik ben een wesp, zegt de wesp overduidelijk. Goed verhaal, lekker kort. Ja, dan is het eigenlijk alweer klaar. Dan ga je door naar het volgende level. En zoals je ziet, jij doet zelf niks. Je bent ingesloten, dus het gaat echt puur om het verhaal. Ik zal het even weghalen en het opnieuw creëren. Ik heb hier best wel lang aan gezeten in het begin, maar nu snap ik het. Die halen we ook even weg. Dit kan je allemaal zelf wel nabouwen. Dat is niet zo heel ingewikkeld. De verhaallijn is wel even een dingetje. Laten we even met dit zand beginnen als ondergrond. Want dan heb je dus een basis voor de verhaallijn van de verhaalscène. Dan pakken we een bewegend blok. Dit blok maken we eerst even ietsje kleiner. En gaat dan van links naar rechts. Nou, dat blok zelf doet nog niet zoveel, dus... Nou, we moeten nog wel even iets instellen bij dit blok. Dan druk je erop beweging. Namelijk, ik kan bewegen en vallen. Nou, dat stel je in. En je moet er dus voor zorgen dat je dit niet kan zien. Laten we even kijken of dat nu al zo is. Ja, dus nu zie je de verhaallijn niet. Je weet niet dat die er is. Dat is perfect. Nou, dan kunnen we nu verder gaan bouwen. Dan maak je een doorzichtig blok. En hier, ja, dit is voor het tekstje dus. Wel fijn dat je hem al een keer gezien hebt. Hier moeten we natuurlijk ook weer iets bij instellen. Het is eigenlijk een beetje hetzelfde principe als bij een schakelaartje. Je geeft namelijk een reactie door. Maar ik ga eerst even het tekstblokje instellen. Klikken we erop. Dan gaan we naar uiterlijk, tekst. Tekst weg. Dan kunnen we de reactie doorgeven. Maar ook hier moeten we weer even iets instellen. Het zijn wel even wat dingetjes die je moet weten. Namelijk, dingen kunnen door mij heen. Want dit blokje moet er wel doorheen kunnen. Als hij meegaat, dan klopt de tijdlijn niet meer. En dan is de verhaalscène helemaal in de war. Dus dingen moeten er doorheen kunnen. Gaat hij een reactie doorgeven. Ik reageer als... er een vrij bewegend ding tegen mij aankomt. Niet als een speler tegen mij aankomt, want die speler, dat ben jij en jij zit daar opgesloten. Dan doe ik... laat een ander blok reageren. Nou, kies een blok. En als blok kies je dan waar het tekstje dus in terecht moet komen. Dan moet dit blok nog weten wat de reactie is. Hij moet namelijk een tekstje laten zien... Dus we gaan naar de reactie en daarna, ik word anders. En hoe anders dan? Nou, uiterlijk wordt tekst. Wat voor tekst zullen we doen? Ik ga jou opeten. Mwah. Volgens mij gaat dit wel werken. Ja, laten we het eens even testen. Oeh, spannend. 3, 2, 1... Ik ga jou opeten, het werkt. Perfect. Maar nu is er nog geen einde. Ze moeten ook nog even finish instellen, anders gaat het oneindig door. Dan kan je nooit naar het volgende level. Dat doen we eigenlijk een beetje op dezelfde manier. Dan slepen we weer een bouwsteen de verhaallijn op. Die moet je ook weer even instellen op dingen kunnen door mij heen. Nou, het maakt in dit geval trouwens niet heel veel uit, maar even voor het idee dat je het zelf niet vergeet. En dan als reactie, ik reageer als er een vrij bewegend ding tegen me aankomt en dan doe ik naar volgend level. Volgens mij klopt hij nu. Let's check it out. Gaat hij werken? Ik hoop het. Ik ga je opeten, moa. En finish. Perfect. Nou, zo kan je echt
eeuwig doorklooien. Je kan nog veel meer reacties creëren. Je kan de wesp meer laten zeggen. Je kan zelf nog iets vertellen. Je kan de wesp nog laten bewegen. Nou, echt zo gek als je maar zelf kan bedenken eigenlijk. Dus zo maak je een verhaalscène.